Kom maar, ga maar achter mij hier op de straat. Ja, ik ben eigenlijk twee aanleidingen voor. Eén, wij willen het rondom squallen en met name legere squallen veiliger maken. Dus dat het echt opvalt dat je in een gebied binnen werd, liet ze binnen squallen taggen. Dus dat de auto's echt weten, oh, hier mag ik dubbel opletten, daar zie je. Twee, wij willen het fietsverkeer stimuleren. Dus daarom hebben we hier achter mij een hele mooie fietsstraat online, die veilig is en die echt direct zien lid van, hey, fiets, rennend, dat had ik hier voor. Zo nou en dan wel. Alleen als dan keer er dus verkiezen, geef ik dan in een wat stiller, wat voller gebied stenen, of pak ik zelf weg de fiets. Dus dat willen we stimuleren. Aan de andere kant, bereikbaar blijven we. Daar zorgen we voor, dat willen we. Ja, ondernemers willen dat hun klanten komen, bedrijven willen dat de meiwerkers komen kennen. Maar we willen dat wel zo volle mogelijk op een fiets en met het OV. Maar met de auto kan het altijd echt. Heel netjes geworden, ook veiliger voor de kinderen. Voor de heuvels aan beide kanten. Ja. Ook voor de activiteiten van de buurt voor de kinderen. Dat is ook bedoeling, hè? Wij van Stichting Proloog, IKC Aardmoederijn, zijn zeer content met het plan wat de gemeente gedaan heeft. De weg is versmalt. Er zijn mooie heuvels zijn erin gekomen met de naam van de school staat erop. En ja, het is een stuk veiliger geworden voor de kinderen. Ja. Ja, als de school uitgaat en de school in. Joost, dus, je nou al dat het een succesverhaal is? Ik zie nou al dat het een succesverhaal is. Ja, want het weer een racebaan. En nou, die heuvels denken de meesten er wel meer om.